nu we het toch even over milde mensen hebben. Ivonie. Ben je fan van Ivonie of niet? Hier ligt het boek over Ivo. Ik stoor me niet aan hem. Nee? Nee, leuke man. Niet. Ja. Want, en hij zei dat hij ook maar een kwartier bij je binnen is. Dus dat is ook wel snel. Dus in en uit is het gewoon. Ja, dat is ook wel snel. Dat is oppervlakkig. Erop en erover. Washandje erover. Nee, maar dat, ook bij Nanne Moeskouri en zo. Is hij maar een kwartiertje binnen. Ik bedoel, hij is bij mij nooit geweest. Ik begreep dat hij bij jullie ook was gevraagd. Dat vind ik wel lekker. Langs mocht komen. Maar Max Westerman vertelde mij een keertje dat als hij belt aan, dan begint hij vragen te stellen. Dan stelt hij 10 vragen. Hij loopt met je mee naar binnen. Dan loopt hij weer weg. Gaat de deur weer dicht en is het klaar. Nou, lekker. Maar dat is het ook. Ik dacht, dat is allemaal van tevoren gerepeteerd. Dat is toch lekker, man. De cameraploeg staat al binnen. Ja, maar hij kikt op. Die cameramensen die zijn erop getraind. Die komen al binnen met een lopende camera. Het interieur wordt even gefilmd. Dan is hij echt net of die kind aan huis is bij die mensen. Maar mijn vrouw wil er niet in hebben, die zegt van, laat het maar in de studio als hij met jou wil praten, maar niet hier. Ik ben geen decor van een tv-show. Mm. Maar dan komt hij niet. Dan is hij niet geïnteresseerd. Nee? Nee. Maar het lullige is met die man, ik heb wel eens met zo'n artiestenteam, voetbalden we vroeger wel eens, ja. Is het een bijzonder aardige, relaxte man. Maar zodra hij in zijn rol zit van tv-man, mediaman, dan krijgt hij iets pedants. En werkelijk, ik heb een uur lang verbijsterd zitten luisteren naar Gijs Groenteman, die hem een uur lang op tv interviewde. Nee, op radio. Op radio, ja. Ja. En het was één monoloog. En het ging allemaal over de waanzinnig goede, prachtige, hoogstaande prestaties van zijn Koninklijke Hoogheid. Die Groenteman kwam helemaal nee, die kwam er niet tussen. Kwam gewoon niet tussen. Maar die voelde zich ook onbehagelijk, hè? Die zei ook halfweg met het nieuws, ja, we zullen maar eens kijken hoe het tweede deel verloopt. Nou, het zelf goed gaan, begrijp ik. Ik denk het wel, en wat opmerkelijk was, dat zei Gijs aan het begin, want ik zat ook in de auto, ik luisterde er ook naar, dat 24 uur per dag wordt wat er op Radio 1 gebeurt, ook gewoon uitgezonden, hè, hangen cameraatjes. Ja. Kan je gewoon meekijken thuis, overal, als je dat wil. In ieder geval had geëist dat die cameraatjes uit werden gezet. Oh, want dat hoorde ik net van jou, maar dat was omdat ze haar niet goed zat? Wat was het? Nee, maar zijn teksten zouden een veel zwaardere lading krijgen. En als je tegenwoordig wat zegt, dan sta je levenslang op internet. Oh, oké. Kijk, met zijn programma's, ja, daar zeggen ze nooit wat. Dus dat kan rustig levenslang op internet. Het is toch internet. Wel een vakman? Ik bedoel, hij kan toch wel wat? Ja, joh, ik vind ook, weet je, ik stoor me ook helemaal niet aan iemand die zelf ingenomen is. Ik kan me er ook nog wel mee vermaken. Ja? Ja, tuurlijk. Weet je, Louis is dan weer van... Die is nog extremer. Mm-hmm. Maar ja, maar hij zit op het niveau van Louis, hoor. Ja, deze. Iets eronder, denk ik. Nou, als ik hem vanavond hoorde, niet. Ik kan me daar wel mee vermaken met dat soort mensen.